Oh, sorry zo'n man. Maar ik moet van Antwerpen komen, je kent dat, hè. Accident gebeurd, op de ring, half uur viel. Ah, ik dacht dat je ging zijn met de trein waard. Wat? Met een trein? Ik zal een trein eens gaan pakken, zeker. Ik zit niet al nozel, hè. We zullen direct beginnen, hè. Over wat gaat dat hier? De treinreizigers slagen over vertragingen, stakingen, te dure tickets. Slechts 6 op 10 zou tevreden zijn. Ja, dat is niet leuk om te horen natuurlijk, hè. Maar we zijn ermee bezig, we werken er elke dag hard aan en ik ben er zeker van dat we in samenspraak met de reizigers binnenkort alles terug op het juiste spoor zullen krijgen. Oh, het juiste spoor. Oeh, kwalig van mijn eigen. Zeg, en 6 op 10, dat is toch niet slecht? Ik was al content met vreugers, hè. Nou, pas op, dat is het onderzoek dat we zelf hebben uitgevoerd, hè. Ik denk, als je onafhankelijk pakt, dan gaat er al wat zijn, hè. 2 op 10 of zo, denk ik. Terecht, hè. En wat die dure ticketprijzen betreft, we doen ook regelmatig acties. Hè. Vorige week vrijdag nog met Black Friday, 5 euro voor een retourtje. Ik kan u zeggen, de aanvragen waren zo hoog dat de server het moeilijk had om dat allemaal bol te werken. Hè. We hebben die server zelf afgezet, ja. Dat was ietsje te veel, hè. We hadden nogal geld verloren. We hebben goedkope formules ook. De B-dagtrip. Goeie naam trouwens, hè. De B-dagtrip. Dat is letterlijk toegeven dat er nog een betere optie is ook, hè. De A-dagtrip. Dat is met een auto. Bij het minste probleem begint iedereen ook direct te tweeten, hè. Maar daar hebben we een oplossing voor gevonden, hè. We gaan nog minder wagons inzetten, hè. Zodanig dat je zo dicht op elkaar staat dat je niet meer kunt tweeten. Zie je het? Kan hem een gsm niet aan, hè. Ga niet, hè. Er was veel discussie de laatste dagen, hè. De overheid schuift de schuld naar NMBS. NMBS verwijt Infrabel. Kijk, ik ga niet liegen dat er een beetje ruis op de relatie zit met zowel Infrabel als met minister Bello. Maar goed, ik denk dat wij ervoor gaan om constructief samen te werken. Het helpt in deze niet om de Zwarte Piet naar elkaar toe te schuiven. Mag je dat heel even opnieuw doen? Ik kan hier problemen mee krijgen met dat ding. Het helpt in deze niet om de Roetpiet naar elkaar door te schuiven. Ja, voilà. Dat is beter zeker, hè. Ja, ik weet ook niet wat je nog moet zeggen op de deur, hè. Piet, mag ik dat nog? Ja, er loopt nu ook een onderzoek naar de mogelijke medewerking van de NMBS bij het transporteren van Joden. Hoe zit dat juist? Wel, dat vind ik een beetje een vreemde vraag, eerlijk gezegd. Want bij ons is iedereen welkom. Joden, moslims, hindoe. Dus ja, wij hebben Joden vervoerd, maar wij zullen dat in de toekomst ook blijven doen. De NMBS is er voor iedereen. Uw kop, moet je eens een kop zien. Ik weet ook wel dat het over de Tweede Wereldoorlog gaat, hè, maar ik mag daar niks over zeggen. Dat onderzoek loopt nog, hè. Ja, of... Dat je een commentaar kunt krijgen. Moet die een hebben? Geen commentaar. Ik zal mijn eigen wel buiten laten, hè. Jongens, maak er iets schoon van, hè. Salut!